Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. Het is intussen de 40ste aflevering. Nou, dus ik denk dat we u in de afgelopen dagen of afgelopen tijden echt lekker veel informatie hebben verschaft. We hebben u inzichten gegeven, maar ook adviezen. En de hoop bij ons is dat u die adviezen opvolgt. Want daardoor kunnen we met z'n allen gezond blijven. Want momenteel hebben we geen positief geteste mensen in Suriname. Het cijfertje 10 blijft wel, omdat in Suriname 10 mensen positief getest waren. Intussen zijn 9 helemaal genezen verklaard. Jammer genoeg is 1 overleden. En momenteel zijn er 509 personen in quarantaine. U weet, we krijgen de repatriatievluchten. En bij de laatste vlucht is een aantal personen richting Suriname gekomen. En deze mensen zijn allemaal in quarantaine. Maar ik heb begrepen dat er ook illegalen vanuit Frans-Guyana en Guyana hier te landen ook in quarantaine zijn gezet. De meningen daarover zijn verdeeld, want ze vinden eigenlijk, waarom zijn die mensen niet teruggestuurd naar hun land? En moeten wij hier dan voor ze zorgen? Want dan worden ze in quarantaine gezet. En als we naar meneer Slijn gaan luisteren, zegt hij, ze hebben een luxueuze opvang. Ik zou ook in quarantaine willen gaan op die manier. Maar elke dag in dit programma hebben wij een gast. En de gast vandaag is meneer Hans van Ballegooi. Hij is directeur van Consuletic. En met hem gaan we natuurlijk praten over hoe hij omgaat met deze COVID-19 pandemie. Welkom. Dankjewel. Ja, we kijken altijd eerst persoonlijk. Hè? Hoe gaat meneer Ballegooi zelf om met deze pandemie? Ja, ik woon in Suriname. U woont dus in Suriname? U bent dus niet met vakantie? Nee. Dus ik heb me ook echt aan de Surinaamse regels wat dat betreft te houden. Ja. Maar ja, mijn roots zijn wel in Nederland. Dus ik volgde het nieuws al in Nederland. Mm. En we zijn eigenlijk, wij, mijn vrouw en ik, zijn eigenlijk al heel vroeg hier in Suriname ook begonnen met ons te isoleren. Thuis te blijven. Ja. Vooral ook van huis te werken. Je handen heel vaak te wassen, oppassen wanneer je dan toch een keertje naar de winkel moet, dat je ook echt die 1,5-2 meter, zeggen we hier, ja, afstand houdt. Was dat niet de uitdaging soms? Eigenlijk viel dat wel mee. Oh. Ik denk dat het er ook vooral je eigen verantwoordelijkheid is en dat je wat dat betreft niet moet vertrouwen op andere mensen dat die dat zomaar even doen. Dat je toch vooral naar jezelf moet kijken van wat kan ik doen om te zorgen dat ik veilig blijf. Goed zo. Ja. Nou, u gaf in elk geval het goede voorbeeld. Ja, dat doe ik wel. En Consuletic, ja, dat is nieuw, klinkt nieuw voor mij. Ja. Wat voor bedrijf is dat? Wij zijn een Surinaams bedrijf. Okay. We bestaan nu sinds februari 2018, dus 2,5 jaar bijna. We zijn echt aan het... Laat ik eerst vertellen wat we doen. Onze main business is eigenlijk om data van bedrijven te vertalen, voor hen te vertalen, in interactieve, doorzoekbare dashboards, zoals wij ze noemen. Visuals, waarmee het bedrijf kan zien van hoe gaat het nu op het gebied van personeel of op het gebied van logistiek. Okay. Hoe gaat het in mijn sales? Mm-hmm. Maar ook klanttevredenheids- of medewerkerstevredenheidsonderzoeken en dergelijke die je dan uitvoert. Hoe gaat het met mijn personeel? Ja, dat is onze meest business. Als ik hoor dashboard, denk ik aan een auto. Ja. Maar dat is een goede vergelijking, want ook op een dashboard in een auto kijk je van hoe gaat het met mijn auto? Oh. Rijd ik niet te hard? Ja, ik kan alles aflezen. Zijn mijn kosten niet te hoog, om het even benzine te vertalen? Heb ik genoeg benzine? Ja, exact. Inderdaad. Dus in die zin is het erg vergelijkbaar met een dashboard. De stand van zaken van jouw bedrijf is gevisualiseerd. Okay. Zo moet je het zien. En nu is het zo dat jullie online een dashboard hebben ontwikkeld om de gemelde gevallen van COVID-19 op een dagelijkse basis te visualiseren. Ja. En niet alleen die van Suriname, ook maar van een aantal landen. Ja. Kunt u daarover wat meer vertellen? Ja, een dergelijk dashboard bestond al voor Nederland. Mm-hmm. En voor een aantal andere landen overigens ook. En omdat wij in die business zitten van data vertalen naar interactieve dashboards, vonden wij het een uitdaging om ook voor Suriname een dergelijk dashboard te ontwikkelen. Ja, u ziet het hier. Het is dus een dashboard waarbij wij voor Suriname en een aantal omringende landen en een aantal landen
waar Surinamers ook met name in geïnteresseerd zijn, mm-hmm. laten zien wat het verloop is van de epidemie. Ja. Op dit moment is bijvoorbeeld links Suriname geactiveerd. Mm-hmm. En dan ziet u dus aan de linkerkant inderdaad de eerder genoemde 10 gevallen. Waarvan er inmiddels, ja, jammer genoeg, 1 is overleden en de andere 9 dan genezen zijn. Aan de rechterkant, rechtsboven, ziet u ook dat proces. De gele lijn is het aantal besmettingen. Mm-hmm. Dat ziet u dan oplopen vanaf het begin tot aan het einde 10. De groene lijn, dat is het aantal personen dat is genezen mm-hmm. van COVID. En de rode lijn is het aantal personen dat helaas is overleden. Maar als we zo kijken, lopen ze bijna gelijk, die twee lijnen. Als je kijkt, en dat is erg opvallend in de regio, dan zie je dat het verschil tussen het aantal personen dat besmet is geraakt mm-hmm. en het aantal personen dat inmiddels genezen is verklaard, eigenlijk constant ongeveer hetzelfde mm-hmm. blijft. Ja. Ik schat dat er op dit moment in de hele regio, en dan praat je over 10 landen, inclusief Suriname, mm-hmm. ongeveer nog 150 personen besmet zijn en niet genezen. Mm. Wat wel, denk ik, een waarschuwing is die ik moet geven, want ik hoor die geluiden ook. We hebben hier toch eigenlijk geen COVID meer en we zouden toch eigenlijk weer gewoon kunnen normaliseren. Wat je wel ziet is dat de besmettingen in Guyana en in Frans-Guyana toch rond de 100 liggen. En dat is veel. Hier zie je 113 besmettingen bijvoorbeeld in Guyana. En 10 personen die zijn overleden. En in Guyana en ook in Frans-Guyana zien we dat er bijna dagelijks nog gevallen bijkomen. We updaten dit dashboard ook iedere dag. U ziet nu de data van eergisteren. Zo rond 11 uur vandaag is het dashboard ververst. En dan ziet u alles bijgewerkt tot en met gisteren. Ja. En voor Suriname houden we het bij tot en met vandaag. Maar het feit dat u zegt dat u wil waarschuwen. Dus die waarschuwing komt er omdat in Guyana en Frans-Guyana het aantal gevallen nog steeds toeneemt. Ja. Dat we zeggen, wij hier moeten niet denken, partytime. Nee, precies. Ik denk echt dat we daarop moeten letten. De grenzen zijn wat dat betreft, en dat wordt ook regelmatig aangehaald, te lang en te moeilijk om te bewaken. Helemaal. En we kunnen er niet van uitgaan dat dat dus altijd goed blijft gaan. En wellicht, om even in herinnering te brengen, een paar dagen geleden was in het nieuws dat 1 persoon in Zuid-Korea, toen daar de maatregelen wat werden versoepeld, dat 1 persoon in Zuid-Korea 100 andere personen bleek te hebben besmet in een uitgaansgelegenheid. En als dat hier zou gebeuren, dan moeten we er niet aan denken. Dat is echt een ramp. Inderdaad. Ja. Maar waar kan men dit dashboard vinden? Als men naar onze website gaat, dus consulitic.com, allemaal met C's, dan staat daar een link op. En als u op die link klikt, dan komt u op dit dashboard terecht. Okay. Misschien, ik wil nog één ding daaraan toevoegen. We hebben het dashboard echt gemaakt voor Suriname. Vandaar ook dat we een aantal landen in de regio mee hebben genomen. Mm-hmm. In die zin, we hebben ook de mogelijkheid geschapen, als je linksboven op een wereldbolletje klikt, om even naar Nederland te kijken. En te kijken hoe de familie in een bepaalde stad, in een bepaalde dorp er aan toe is. En hoe de besmettingsgraad daar is. En vooral eigenlijk ook Nederland. Want veel Surinamers wonen precies, in Nederland. Precies. Dus hoe staat het daarmee? Want ook waren de meningen verdeeld van, moeten we de mensen terughalen? Moeten ze niet daar blijven tot alles een beetje genormaliseerd is? Maar wanneer is het genormaliseerd? Ja. Ik las vanmorgen dat het wellicht nooit meer normaliseert. Oh. En dat we dit iets is waar we mee zullen moeten leren leven. Precies. En dan kunnen we wel zeggen, je laat de mensen in een ander land. Nee. Ze moeten terug naar huis. Ze moeten terug. Ik denk ook, wellicht kun je spreken van een normale situatie op het moment dat er een vaccin is ontwikkeld. Ja. Maar als we dan 1,5 jaar verder zijn en over 2 jaar komt er een nieuwe COVID-21, wat moeten wat we dan? Inderdaad. Ja. Dus ik denk dat de realiteit is dat we zullen moeten leren leven met dergelijke ziektes. Want mensen waren al blij, iedereen was al blij van, laten we die hygiënemaatregelen blijven behouden, want dat is helemaal niet slecht. Ja.
COVID-19 of niet, die hygiënemaatregelen die zijn goed. Ja. Maar ik mis wel die brasa's hoor, moet ik zeggen. Ja, die brasa's inderdaad. Ja, maar dat komt. Ik denk dat na verloop van tijd. Ja, natuurlijk. Wel, want iemand heeft al iets uitgevonden. Ik hou mijn adem in, dan geef ik een brasa. Ja. Maar u had het eerder ook over de andere landen. Hè? Dus over bijvoorbeeld Sint Maarten en Nederland. Hoe is het verloop daar? Ja, in Sint Maarten, dat is ik weet niet of het ook geprojecteerd kan worden. Maar in Sint Maarten is het verloop echt... Ja, ik vind het schokkend, toch? Mm. Iets van, even uit mijn hoofd hoor, iets van 80, 90 besmettingen. Oh. En ook een behoorlijk aantal mensen dat is overleden. Wat is 76, ja. En 15 mensen overleden. Wauw. Dus dat is fors. Is veel. En ik vermoed dat dat toch ook te maken heeft met het feit dat Sint Maarten echt een vakantieland is. Ja. Dat er heel veel Amerikanen natuurlijk altijd daar aanwezig zijn. Mm-hmm. En, want laat u ook zien wat de oorsprong is, hoe is het begonnen? Nee. Is het een importgeval of local? Dat laat u niet zien. Nee, maar ja, in principe, omdat het is ontstaan in China, is natuurlijk alles import. Alles is eigenlijk import, inderdaad. Ja. Het is meer hoe het zich dan vervolgens ontwikkelt. Waaraan je kunt zien wat er gebeurt. Als je hier bijvoorbeeld kijkt, dan zie je dat die gele lijn op een gegeven moment gelukkig behoorlijk vlak aan het worden is. Mm. Dat betekent dat vanaf dat moment eigenlijk die maatregelen aan het werken waren. Ja. En dat het aantal besmettingen vanaf dat moment nauwelijks meer toenam. En gelukkig het aantal genezingen nog wel. Mm. Maar wel veel doden. Ja, 50. Ja. Want veel voor zulke kleine eilanden is het... Ja, je kunt ook in het dashboard zien hoeveel besmettingen er zijn geweest per 100.000 bewoners. Mm-hmm. En het goede nieuws is dan wel dat Suriname echt een van de landen is, als je kijkt naar het aantal besmettingen per 100.000, waar het echt het laagst is van al die landen die we op dit moment aan het bekijken zijn. En dat heeft ermee te maken, denk ik, dat we die maatregelen heel erg vroeg hebben ingezet. Juist. Ja. En geeft u ook aan de testen, hoeveel er getest wordt? Nee. Dus u heeft het echt over het aantal besmettingen, de doden en aantal genezingen. Genezen. Ja. Okay. En in Nederland, daar is wat meer data beschikbaar. Daar laten we ook zien hoeveel mensen er zijn opgenomen in het ziekenhuis. Oké. Maar hoe komt u aan de data? Is het makkelijk? Eigenlijk... Ja en nee, voor sommige landen wel. Mm-hmm. Het zal u niet verbazen, bijvoorbeeld voor Nederland, dat die data makkelijk te vinden is. Ook voor Suriname natuurlijk, vanuit het COVID-19-team wordt dagelijks een update gegeven. Yes. Maar voor een aantal eilanden is het echt wel even speurwerk iedere ochtend voor ons team om even die nieuwste data te vinden en te verwerken. Ja, want ik neem aan sommige... Er was zelf sprake van dat men in China zelf niet echt de juiste data wilde prijsgeven. Nee. En het is ook maar wat ze prijsgeven. Mm. Want ook in Nederland geldt, ik kan me cijfers herinneren dat er 3000 doden normaal gesproken per week zijn. Mm-hmm. En op een gegeven moment waren er 5000 doden per week. Met andere woorden, waar komen die 2000 extra vandaan? Mm-hmm. En als je dan ziet dat er ongeveer... 1000 worden gerapporteerd als zijnde corona-covid-doden, dan lijkt het erop dat ze ongeveer de helft van de covid-gevallen missen. Ja. En dat heeft alles te maken met de manier waarop Nederland meet. Mm. Dus wat dat betreft moet je ook oppassen als je cijfers van landen onderling gaat vergelijken, wat ben ik dan eigenlijk aan het vergelijken? Je moet alle aspecten meenemen. Je moet alle aspecten meenemen, ja. Maar u heeft het in het begin aangegeven van wat Consuletic eigenlijk doet, hè? Dat jullie voor bedrijven en zo. Maar vanwaar dan het idee om over te stappen op een corona-dashboard? Omdat het laat zien waartoe we in staat zijn. Oh. Ik denk dat heel kort gezegd onze drijfveer was. Het laat zien wat je met data allemaal aan informatie kunt ja. processen. Precies. En dat was onze drijfveer. Ik moet daarin ook gewoon eerlijk zijn. Een stukje PR, een stukje marketing natuurlijk. Mm-hmm. Maar het is ook een stukje service naar het Surinaamse volk. We zijn een Surinaams bedrijf. Mm-hmm. En een van onze doelstellingen is toch ook echt om wat dat betreft een stukje dienstverlening
naar Suriname te ontwikkelen. Ja. Want we zien daar ook van onder dus die curve, die lijnen. Wat legt u daar allemaal die, uit? Die balletjes? Ja. Daar ziet u eigenlijk het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Okay. En daar staat, ik kan het van deze afstand net zien volgens mij, maar daar zie je ook inderdaad, helemaal linksonder is het. Helemaal in het midden. Linksonder. Ja, daar. Ja. Daar zie je dus ook dat Sint Maarten veruit per 100.000 inwoners veruit de meeste besmettingen heeft. Okay. Ja. Oh, dus dat kan men daar aflezen? Dat kan men daar aflezen. Ja. Aan de rechterkant rechtsonder, daar zie je meer het wereldwijde verloop, waaruit blijkt dat bijvoorbeeld Amerika, Spanje, Frankrijk, Engeland grote brandhaarden zijn. Helaas moet ik zeggen, begint Brazilië nu ook echt een van de grootste brandhaarden voor corona te worden. En zeker al de grootste als het gaat over Zuid-Amerika. En kan gezegd worden dat door de houding van die president daar, komt het daar gewoon. Ja. Hij bleef maar in het begin zeggen, nee, het is een griepje, we moeten gewoon lekker met elkaar bezig zijn. Ja, misschien het voordeel van het bedrijf dat we zijn. Ik vertelde net, wij vertalen data naar informatie en interactie. Ja. Het interpreteren van die data laat ik heel graag aan andere mensen ook. Want, wat dat betreft moet je zuiver blijven in wat je doet, denk ik. Wij willen geen positie innemen. Dat doen we ook niet naar bedrijven. Ja. We proberen wat dat betreft neutraal te laten zien van dit is de data die we aangeleverd krijgen. Daar kunt u op die manier doorheen gaan en dan moet u zelf uw conclusies geven. Opinie, geen mening over. Nee. U zegt dit is de data, kijk ernaar en weet dan wat je moet doen. Ja. Tenzij, maar dat is een ander verhaal, tenzij bedrijven bijvoorbeeld zeggen, maar goh, kunnen jullie ons helpen in die analyse? Maar dan is het een vraag die gesteld wordt. Oké, okay, dan gaat u daar wel gevolg aan geven. Ja. Maar wat zijn de toekomstplannen van dit bedrijf, van Consuletic? Want nu kent iedereen Consuletic. wat zijn de toekomstplannen? Natuurlijk willen we groeien. Ik vertelde net, we zijn sinds 1 maart dan met 5 mensen. Daarvoor waren we met 2. Okay. Dus dat is al een hele grote uitbreiding. Kant op. En ook een uitdaging natuurlijk als je net op dat moment geconfronteerd wordt met COVID-19. Ja. Aan de andere kant, wij zien dat we inderdaad nu wat meer naamsbekendheid krijgen. Dat bedrijven ons weten te vinden. Ja. Dat we opdrachten hebben. En steeds meer opdrachten krijgen. Mm-hmm. En het is leuk om daar gevolg aan te kunnen geven en dan met ons team verder te kunnen groeien. Maar u heeft uw werksituatie aangepast? Wij werken nu met ons 5 vanuit huis. Okay. Iedereen. 'S morgens vroeg om 9 uur hebben wij, vandaag dan even niet, standaard een Teams meeting waarin we even video een ontmoeting hebben met elkaar en de dag daarvoor en de dag van vandaag doorspreken. Okay. En inmiddels, ook vanwege de versoepelingen zoals ze er nu zijn, komen we 1 tot 2 keer per week op ons kantoor met voldoende distancing bij elkaar. Mm-hmm. Om toch een beetje dat gevoel te houden van wie we zijn en wat we doen. Absoluut, dat is absoluut nodig. Ja. En hopelijk na verloop van tijd kunnen jullie elkaar een brasa geven. Dat hoop ik ook. Maar vanuit uw professie, u heeft de data beschikbaar. Kunt u op grond daarvan toch de samenleving enkele tips meegeven met betrekking tot COVID-19? Kijk in de kamer. Ja, tips. Ik zou vooral willen zeggen neem het serieus en blijf het serieus nemen. Denk niet dat nu er geen besmettingen meer zijn in Suriname, dat we er voor eens en voor altijd van af zijn. Er hoeft maar 1 persoon vanuit Frans Guyana of Guyana of vanuit een ander land besmet hier naartoe te komen. En zodra die persoon 10, 20 andere mensen besmet en die ieder ook weer 10, 20 andere mensen besmetten, dan hebben we een echt probleem. Dus mijn belangrijkste tip zou zijn, blijf het serieus nemen. Hou die afstand tot van 2 meter. Hou die in de gaten. Was regelmatig je handen. Let op als je je ziek voelt. Ga dan absoluut niet naar buiten. En laten we proberen het met z'n allen beheersbaar te houden. Dank u wel. Dank u dat u de tijd wilde nemen om naar de studio te komen en deze informatie met ons te delen. En ik wens u heel veel succes met uw bedrijf. Dank u wel. En u bedankt voor de tijd.
Graag gedaan. Ja hoor. Kijkers, u heeft het gehoord. Ik hoef er niks aan toe te voegen. U heeft de belangrijkste tip gehoord. Blijf het serieus nemen. Want ik merk al aan het verkeer, aan een heleboel dingen zie je van mensen beginnen te denken, hé, we zijn weer lekker vrij. Nee, neem het serieus. Want onze buurlanden, daar zijn er nog veel besmettingen. En u heeft gehoord Brazilië. En er is wel verkeer tussen Suriname en Brazilië. Daar hoort ook een hart. Dus neem het serieus. En ik zal zeggen, ook de maatregelen vanuit de regering, vanuit het COVID-management-team, blijft u zich aan die maatregelen en de regels houden. Zo kunnen we voorkomen dat we straks weer moeten aangeven dat er nog één persoon erbij is gekomen. Laten we het zo houden. Dus tot morgen met de andere ATV COVID-19 update. Goeiedag.